Op zaterdag 10 en zondag 11 december organiseerde Manege de Boshoeve in Zoerendonk een internationaal horsbaltoernooi waaraan verschillende horsbalteams uit Nederland en België deelnamen. Een teamsport te paard, waarin snelheid en behendigheid centraal staan. We spreken coach Vincent Sanoli. Hoe komt het volgens hem dat horsbal in Nederland nog zo onbekend is? Het moet eigenlijk ontstaan vanuit maneges. En wij hebben eigenlijk heel lang moeten wachten met z'n allen, totdat de KNS, de overkoepelende organisatie eigenlijk, het initiatief genomen heeft en het erkend heeft als hippische sport. En dat is de reden dat het eigenlijk zo lang duurt voordat het eigenlijk groot wordt eigenlijk. Je werkt met manegepaarden. Nou, manegepaarden moeten in het algemeen door de week werken, geld verdienen voor de manege. En in de weekenden willen de meeste manege-eigenaren dan niet nog een keer horsbal spelen. En het is redelijk intensief. We kijken naar de start van een wedstrijd. Alle spelers worden voorgesteld. Horsbal heeft iets weg van rugby, basketbal en zwerkbal. En ja, er wordt gescoord. Hoe zit het eigenlijk met de spelregels? In de basis is het eigenlijk zo, je hebt twee teams. Twee teams van vier mensen. Omdat je met paarden werkt, is veiligheid een heel groot issue. Rijrichtingen bijvoorbeeld, je mag niet meer dan in een hoek van 45 graden elkaar kruisen, zeg maar. Dat is één. In de basis is het, je moet drie keer overspelen en dan mag je dus doelen. Ik denk dat het heel ingewikkeld is om alle spelregels uit te leggen. Want dan hebben we even de tijd voor nodig. Het belangrijkste is dat dat veiligheid boven alles staat. En dat is eigenlijk... De spelregels zijn eigenlijk helemaal gemaakt op veiligheid voor ruiter en paard. De sport is vooral voor paarden heel intensief. Een wedstrijd duurt 2 x 10 minuten. Tussendoor is er even rust. Je kunt zien dat de paarden het lekker warm hebben. Twee scheidsrechters, één te paard en de ander langs de lijn, begeleiden de wedstrijd. Het evenement werd druk bezocht en kende een superleuke sfeer. Je moet een echte atleet zijn en goed op je paard zitten. Soms met twee handen aan de teugels, soms eentje en soms geen. Is horsbal een echte WK-sport? Ja, het is Europees. Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen. Het WK is, moet ik even nadenken, dat is als het goed is in september gespeeld. In Portugal. Daar zijn wij ook als Nederlands team heen geweest. We hebben daar voor het eerst mogen proeven en ruiken aan zo'n gigantisch groot toernooi. Vanuit Brazilië, Argentinië, Spanje, Italië, Frankrijk, België, Brazilië zelfs. En dat is zo groot. Dan liggen er dus van deze pistes liggen er gewoon 6. Dat hoop ik nog een keer mee te mogen maken, dat ik daarheen mag.